Onderwijsminister Marie Levens adviseerde studenten die de scholengemeenschap Mungutapu zullen bezoeken om hun tijd nuttig te gebruiken. Ze zijn nu dicht bij huis en uren aan reistijd naar Paramaribo komen weg te vallen. We spraken de bewindsvrouw gisteren, kort na de officiële opening van het onderwijsinstituut in het dorpje Mungutapu. Een prettig gevoel als je kijkt naar de dorpen waar de kinderen vandaan komen. Dan weet je dat ze komen van Mungo en Mungutapu en omgeving, maar ook van de rivieren, de andere dorpen die verder van ons af liggen. En het is prettig. Het is zo prettig om te weten dat ze niet meer 4 uren per dag hoeven te reizen. En dat ze die 4 uren die ze per dag reizen kunnen gebruiken om te studeren. Dat is 20 uren per week. En dat is 80 uren per maand hebben ze nu over om te investeren in zichzelf en te investeren in hun eigen omgeving. De minister is heel verrast met het aantal leerkrachten dat interesse heeft om te werken aan de groei en bloei van de nieuwe scholengemeenschap. De directeur van de school, Cynthia Masangi, zegt dat voor haar een droom werkelijkheid is geworden. Laat me zeggen met 1 woord, fantastisch. Beter kan het niet zijn. Weet je, want we hebben jaren onze kinderen, dat zeg ik bewust onze, omdat ik zelfs ook 2 kinderen had moeten sturen naar Paramaribo voor vervolgonderwijs. Maar sedert gisteren is het een feit dat ze dicht bij huis vervolgonderwijs mogen genieten. Dus het is in 1 woord fantastisch en het is lovenswaardig. Omdat we ervan overtuigd zijn dat SGMT, de scholengemeenschap Mungutapu, dat we de capaciteiten hebben en meer nog de kwaliteiten om studenten die zich hier ingeschreven zullen hebben, om ze te maken tot wat ze gemaakt moeten worden. De kansen gaan geboden worden omdat we kwalitatief goed personeel hebben. Toch? En los van het didactische, dus dat is het lesgeven zelf, het pedagogische is ook aanwezig. Het sociologische is ook aanwezig. We kennen de cultuur van de mensen. Kijkt u, we gaan niet alleen inspelen op de studenten. Het is een driehoeksmodel. Masangi zegt dat de lokale gemeenschap ook betrokken zal worden bij het onderwijsproces. Ouders en verzorgers zullen op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen. Het lerarenkorps zal geen uitdagingen uit de weg gaan.